En wij gaan met Wietse aan de wijn. Bedankt. Dankjewel. We gaan met Wietse eventjes kijken nu. Hij ging naar Hongarije toe. Hij heeft er een mooie film van. Kijk maar even mee. Die Tokaj, ik heb net even geproefd. Het is een heel pittige, mooie wijn. Maar die was toch vroeger zoet? Harry, goedemorgen. Ja, dat was zeker zoet. En dat is ook. Het is voor mij wel even werk om het recht te zetten. Want inderdaad, je had altijd de zoete Tokaj. Zo kennen we ze ook uit Hongarije. En we hebben zeg maar met Ronan Laborde. Hij is eigenaar van Château Clinet in de Pomerol. Het zijn grote investeerders. Hij heeft gezegd: ik wil. Hij is echt een eigenwijze vent. Hij is super energiek. Hij loopt marathons. Hij heeft dingen in zijn hoofd. Hij zegt, maar ik wil in Hongarije droge Tokaj maken. Oftewel de ferment. En dat hebben we in ons glas. En ik vind het uniek. Omdat ik het nog nergens zo heb geproefd. Het is niet te vergelijken. Je gaat het niet vinden in Frankrijk. Je gaat het niet vinden in Italië. Het heeft niks met Pinot Grigio te maken. Dit is uniek. Wat heeft hij gedaan? Hij doet geen gist toevoegen. Dus hij zegt, ik laat wilde gist, zeg maar, wat op het schillen van de druif zit, van de ferment, laat ik gewoon zijn gang gaan. We doen geen eikenhoutrijping voor die wijn om een extra boost te geven. Laat die druif het gewoon maar laten zien wat die inzicht heeft. Nou, het is wat ik zeg, het is niet te vergelijken. Het heeft frisse zuren, het heeft kruidigheid. Nou, net met de jongens van Simonus, ik zou ze bijna zeggen, serveren of bestel een lekkere bouillabaisse en ga dit erbij doen. Want die wijn, die vindt dat. Die vis die zwemt eigenlijk nog een keer, maar dan in het droge Tokaj ferment. Het is een hele eigenaardige wijn. Mensen die het wel eens hebben gehad van mij, die zijn fan geworden. Die hebben andere wijnen achter zich laten, want het heeft heel veel structuur. Het is sappig, het is krachtig, maar toch mild in smaak. En het drinkt zo weg. Droge Tokaj. Is het jonge wijn? Het is 2022. 2023 heeft hij gezegd, wachten we nog heel eventjes mee. Want hij moet nog eventjes een beetje volwassener worden. Het is vaak met volwassen mensen, hè, dan krijgen ze nog een beetje meer inhoud. Dus hij zei, die jongen, die wil ik niet. Hij zei, ik wil ze even een beetje een tikkie geven. En dan krijg je een hele grote witte wijn in je glas. Het is echt voor mij een fonds. Want we hebben dit blind geproefd. En nog een keer geproefd, en nog een keer geproefd. En zei, ja, dit vind ik ook heel lekker. Dat hoeft de rest van Nederland niet te vinden. Maar meneer Orbán zou wel wat moeten nemen, dan wordt hij misschien wat aardiger voor Rutte. Ja, dat zou wel kunnen. Maar kijk, met politiek, Harry, daar ga ik me niet zoveel mee bemoeien. Kijk, wijn overleeft veel meer dan al die politici bij elkaar. Dus dat is het voordeel. Wat kost dit wijntje? 9,95. Nou, Europees geprijsd. Nou, wilt u dus meer informatie over wat u bestellen, kijkt u dan nu op onze site.